Nou, dit is een interessante dag voor jou vandaag. Ja, zeker. Waar zijn we? Bij FC Twente. We gaan nu naar Gert-Jan Nijweide. En jij hebt de sleutel gekregen van het stadion? Ja. Luxe? Ja, die heeft ook niet iedereen, hè? Nee, dan kun je niet zeggen dat iedereen zo'n sleutel heeft van de FC Twente stadion. Hier zijn we bij de kantoren. Daar zo zit je op de computer. Goedemorgen. Hoi, hoe is het? Ik ben Anthony. Anthony, hi. Welkom. Goedemorgen. Hi. Jan de Huizing, de moeder van Anthony. Hi, Gert-Jan. Goedemorgen. Hi. Hi. Dus een mooi kantoor. Ja, dat is zeker een mooi kantoor. Mooi uitzicht. Door met een prachtig uitzicht, zie ik wel. Absoluut. Ik heet Gert-Jan Nijweide. En wat doet u bij FC Twente? Ik probeer te zorgen dat de centjes die allemaal binnenkomen ook goed worden uitgegeven. En mijn precieze functie is manager finance en control. En ik doe dus de administratie van de club. Maar ik doe ook personeelszaken en juridische zaken. En dat laatste, daar hebben we gelukkig niet zo heel vaak last van. En hoe lang werkt u al bij FC Twente? Ik ben eind 2008 begonnen, of ja, in oktober 2008 begonnen, dus ja, 3,5 jaar werk ik hier nu. Werkt u altijd op één plek of moet u soms ook ergens anders heen voor uw werk? Nou, meestal zit ik hier, dan zit ik daar achter mijn bureau. Maar ik ben ook wel eens in een spreekkamer, mag niet op het veld komen. Dus, of ergens anders in het stadion. Maar anders kunnen we wel even ergens anders gaan zitten in het stadion. Okay. Ja? Zullen we even op de tribune gaan zitten? Oké. Okay. Nou, over de stoelen. Maar goed, hier staan ze altijd. Dat kun je wel zien, hè? Ja. Dus, goed, even op. Wat is dit? Dit is vak P. Dit is vak P, ja. Ah. Dus, de harde kern. Hier zit jij toch ook altijd, Anthony, of niet? Ja, maar meestal sta ik zo op de stoeltjes. Dan sta je op de stoeltjes. Ja, dat zie ik. Dat zie ik. Ja. Betaalt u de voetbalspelers ook of iets? Bijna altijd. Soms krijgen ze, als ze verliezen, krijgen ze geen geld. Nee, maar inderdaad, wij betalen de spelers ook uit. En dat krijgen ze elke maand. En als ze winnen, krijgen ze iets meer geld dan als ze verliezen. Maar dat is ook terecht, toch? Maar als je verliest, eigenlijk mag je dan helemaal geen geld hebben, vind je wel? Nee. Hè? Nee. Maar op televisie zeggen ze altijd, die speler vindt 1 miljoen in het jaar en die 6 miljoen in het jaar. Ja. En dat wordt gewoon verdeeld om de maanden. Dat wordt over de maanden verdeeld, ja. Maar bij ons zijn de salarissen niet zo hoog, hoor. Nee. Hey, dat was een goede vraag. Misschien verdienen ze het wel, maar ze krijgen het niet. Hoe lang zijn de werknemers bezig om dit allemaal op te ruimen als het hier na de wedstrijd heel veel troep is? Dat duurt ongeveer een dag, ruim een dag. En dan, nou goed, alle businessruimte, dat maken ze allemaal schoon, maar ook de tribunes. En dat met de tribunes, dat is wel heel mooi, daar hebben wij een stadionteam voor. Er zijn mensen die worden dan 's ochtends met een busje worden gebracht. En dan gaan ze alleen op de eerste ring gaan ze alle stoeltjes 1 voor 1 schoonmaken. En daar doen ze soms wel iets langer over, maar... Het grote vuil, wat de zakjes chips en de blikjes en zo die op de grond liggen, die worden allemaal naar beneden geblazen. En dan in de gracht gaan ze er met een bezem door, gaan ze alles opruimen en vervolgens worden de stoeltjes schoongemaakt. Maar deze zijn ze vergeten volgens mij. Op wedstrijddagen werken er bijna 1000 mensen bij Twente. En dat is niet alleen de spelers, maar dan de mensen die, de stewards, die mensen met die gele hesjes aan. Ik weet niet, die heb je wel eens gezien denk ik. Nou, daar hebben we er ruim 300 van. En alle mensen die de biertjes verkopen en de hamburgers, dat zijn er ook ongeveer 200. En dan heb je nog veel mensen van de pers die hier zitten, dan heb je de trainers, dan heb je allemaal mensen die... Ballenjongens, inderdaad. Dus dan hebben we bijna 1000 mensen. Werkt u alleen of werkt u ook samen met iemand? Allebei. We werken met zeg maar 100 mensen die niks met voetbal doen. Dus wij zijn met de administratie bezig en met de sponsoren. Bij mij op de afdeling werken ongeveer 10 mensen. Dus die doen de salarisbetalingen aan de spelers, maar ook gewoon het boeken van inkoopfacturen en verkoopfacturen. Dus dat is de administratie. Ben je wel eens in de kleedkamer geweest? Nee, nog nooit. Zullen we daarheen gaan? Oké. Okay. Nou, kom. We gaan zien. Hier wat anders. Toen u klein was, wat wou u toen worden? Ik denk hetzelfde als wat jij wil worden. Voetballer of niet? Nee. Ja, ik wilde vroeger heel graag voetballer worden. Maar ik was niet zo goed. Ik ook niet. Hè? Jij ook niet? Nee. Waar ben je wel heel goed in dan? Breakdance, vissen en... Breakdance en vissen? Ja. Oké, maar vind je het dan wel leuk om naar de kleedkamer te gaan? Ja. Ja, zullen we dat doen dan? Dus kijk of die open is. Ja. Oeh, er staan ook nog schoenen. Nou, dit is dus de kleedkamer. Dus je heel goed je best doet, maar je was niet zo'n voetballer, hè? Nee. Maar je vindt het wel leuk? Wel. Ja? En Kees allemaal dan? Ziet er mooi uit. Alle namen van die jongens? Ja. Wie is je favoriet dan? Nu Luc de Jong. Luc de Jong, dat hoor ik heel veel. Wat vind je zo goed aan hem dan? Nou, hij is nu de beste die nu goed speelt. Ja? Ja. Nee, Luc is goed. Hij is ook een Nederlands elftal, hè? Ja. Hier. Kijk. Nummer 9. Nummer 9. Ja. Dus, nee, zijn de... Het is helemaal vol, hè? Ja. Er kan er ook geen meer bij. Toen u vroeger klein was, wat waren uw talenten? Mijn talenten? Ik denk, dat kan ik vanaf het begin, maar dat kon mijn vader ook goed. Ik kan goed rekenen. En dan word je ook de financiële manager. Dus ik denk dat ik redelijk goed kan rekenen. En ik vond dat ik vroeger redelijk goed kon voetballen. Maar ik heb nou een contract bij Twente. Niet omdat ik goed kan voetballen, maar omdat ik goed kan rekenen. Dat is wel grappig, hè? Jij dan, wat vind jij leuke vakken? Rekenen en geschiedenis. Rekenen? Ook, ja. Dus dat is mijn beste vak. Ja? Nou kijk, wie weet kom je ook nog ooit een keer hier. Dus als jij dan net zo oud bent dan mij, dan kan ik zeggen van nou, dan kun jij het nu doen. Dan ben ik klaar hier en dan kun jij beginnen. Zullen we afspreken? Misschien wel. Ja? Nou, wie weet. Nou, dan gaan we er weer uit. Hoe lang heeft u over gedaan om nu bij FC Twente te komen werken? Ik ben heel lang naar school geweest, tot mijn 24e. En toen heb ik bij accountskantoor gewerkt. En ik heb er ongeveer, toen ik klaar was met de studie, ongeveer 10 jaar over gedaan om bij Twente te komen werken. 10 jaar naar school is wel heel lang, hè? Ja. Maar je leert er wel heel veel van. Ja. Zie je dat een beetje zitten, zo lang nog naar school? Ja, ligt eraan als veel geld kan verdienen wel. Nou, maar dan moet je niet zo lang naar school gaan, want zoveel geld verdien ik niet, hoor. Ik zie je op 15 jaar. Is goed, helemaal, hebben we afgesproken? Ja. Ja? Dankjewel, joh. Nou, hoe vond je het gaan vandaag? Leuk. Ja? Wat vond je leuk aan? Ook je gesprek zelf aan. Een beetje voetbal kijken en waarom meedoen. Nou, en je hebt nou eens een keer wat anders gezien van FC Twente. Ja. Een heel ander beroep ook. En dat er ook heel veel cijfertjes bij komen kijken. Ja. Ja. Wist je dat allemaal wel? Ja. Dat had je wel een beetje verwacht. Ja. Zal ik die bal verhalen? Die ligt helemaal daarachter. Ik hou even die bal op, ja?